Jurgen Martijn, verliezen bij Feyenoord is geen schande. Jullie hebben ongetwijfeld ook het gevoel dat het een geflatteerde zege was. Heeft die tik toch wel doorgewerkt, die nederlaag? Of hoe zijn jullie deze week te werk gegaan? Ja, doorgewerkt. Ik denk dat het nooit fijn is om te verliezen. De manier waarop was helemaal niet fijn om te verliezen. Omdat ik denk dat iedereen wel het gevoel had dat er iets te halen was. En ja, we voetbalden wel leuk, maar meer ook niet. Ik kreeg weinig kansen. Dus ja, geflatteerd. Ik denk dat je gewoon terecht verliest. Misschien is 3-0 wel iets te veel, maar... Ja, het is wel vervelend. En ik denk dat we snel gewoon moesten schakelen, want er staat nu een belangrijke wedstrijd programma. Ja, sowieso komt er een serie aan waar jullie misschien wel even de punten moeten halen. Hè? Met ADO, met Willem II en dus ook misschien wel direct concurrent NAC. Ja, nee, dit zijn inderdaad wel de wedstrijden die je eigenlijk moet winnen. In ieder geval punten moet pakken. En ja, ik denk dat het een mooi begin is nu tegen NAC. En ja, ik denk dat als je er vol voor gaat en het voetbal laat zien wat je de laatste tijd laat zien... Dat je in ieder geval kansen moet gaan creëren en ja, dan zie je wel hoe het eindigt. Tegen je oude trainer, Mitchell van der Graag. Ja, tweede keer al, want jullie hebben in de voorbereiding ook geoefend. Maar hoe is dat? Ja, laten we hopen dat het zo gaat als in de voorbereiding. Nee, ik denk, het is een hele andere wedstrijd. En ja, dat de oude trainer daar zit, ja, ik denk niet dat het heel erg meetelt in hoe het zal gaan. En ja, het is leuk om elkaar weer te zien. Ik denk dat het als groep leuk is om de trainer te zien, maar... Het is gewoon een wedstrijd tegen NAC en maakt niet uit dat hij er zit en we moeten gewoon punten pakken. Had je wel een goede band met hem? Ja, ik denk dat wij als verdedigers veel hebben geleerd van hem. Dus ja, ik denk dat iedereen hem daar dankbaar voor is en het was belangrijk voor ons. Zeker omdat hij zijn ervaring kon delen met ons. En, ja, dat heeft ons goed gedaan, allemaal beter gemaakt. En, dus ja, goede band. Je weet niet of je daar zo over kan praten, maar het was zeker belangrijk dat ik persoonlijk 2 jaar met hem kon werken. Wat is je indruk van NAC? Dik verloren van AZ, toch wel redelijk makkelijk weer. Daarna gewonnen van de Graafschap. Ja, is dat een ploeg die, waar jullie mee moeten meten? Een beetje vergelijkbaar? Ja, ik vind het moeilijk te zeggen. Kijk, AZ is ook heeft echt een goed team en voetbalde goed. Dat je daar verliest is geen schande, denk ik. Misschien uitslag en de manier waarop was wel een beetje te, maar... Ik denk dat je dat niet echt kan meetellen en ik denk dat ze een goede overwinning hebben geboekt vorige week. En ja, daar laten ze gewoon zien dat ze wel kwaliteit hebben. Dus ik denk dat het voor ons wel een goede wedstrijd is om te meten waar we staan. Wel pas 2 wedstrijden gespeeld, maar wat dan opvalt dat jullie moeilijk scoren. 1 doelpunt. Nou, toevallig jij hebt dat doelpunt gemaakt. Kan dat nog een probleem worden? Zeker als je nu ook op de bank kijkt, hè, met blessures van Hadouier. Bruins die in de aanval speelt, is er niet. Hebben jullie eigenlijk weinig alternatieven voor als de 3 die spelen geblesseerd raken of niet verder kunnen? Ja, ik denk dat dat aan de trainer is om op te lossen als het gebeurt. Ik denk als je... Kijk, de eerste wedstrijd creëer je wel de kansen ervoor. Dan maak je ze niet af. Vorige week creëerde je te weinig kansen. Terwijl je wel terwijl het veldspel wel gewoon goed was. In ieder geval voldoende. Dus ja, ik denk dat het begint bij kansen creëren. En dan zie je wel of ze erin gaan of niet. Maar ja, ik denk als er iets misgaat, dan is het aan de trainer om het op te lossen. Daar hou ik me niet mee bezig. En, ja, laten we hopen dat als we de kans krijgen dat we er wel een paar in schieten. Het kan een mooi duel worden tussen Tevreden en jij. Want hij is denk ik wel een van de betere koppers in de Eredivisie. Jij bent verdedigd een van de betere koppers. Dus ja, dat kunnen mooie duels worden. Ja, ook leuk. We hebben natuurlijk samen gespeeld hier. En het is altijd leuk om elkaar dan tegen te komen. En ja, sterke spits die inderdaad goed kan koppen. Dus er worden leuke duels.